Kijk! Ja, en welkom bij de allereerste Farming Simulator en... Hey, 2015, de eerste. Ik kan zeggen, ja. Was jij even die wagen snel, Dimmy? Oh ja, ik moest wassen. Was je. En, ja... Zie je nu dat ik hem was? Nee. Oh. Volgens mij een foutje nog van Farming. Maar hij wordt wel schoon, nou, hij wordt wel schoon. Ja. In ieder geval, vandaag gaan wij... we hebben net een melding gekregen dat de komende 12 uur... waar we nu misschien nog 11 uur van over is... Dat de molen, die heeft... Het is een enorme vraag voor de... Voor de mais. En, nou ja, dat betekent dus dat wij eventjes de... Dat wij willen zorgen dat wij binnen de komende 12 uur nog mais hebben. Dus het land dat we tegengekomen hebben, dat... ploegen wij even om. Terwijl veld, wat is het? 24 of 25 ben ik aan het ploegen. En zo, hij is dus schoon hoor. Mooi. En wij hebben nog een leuk cadeautje voor jou. Speciaal omdat je als trouwe kijker. Maar dat vertellen we zo. Dat vertellen we zo inderdaad. Een speciaal cadeautje omdat, ja, ik weet niet, dan zijn we misschien weer eens een beetje... Ik denk niet dat veel YouTube kanalen dat hebben. We moeten zometeen ook aardappels rooien en ja, we gaan natuurlijk ook nog niet te vergeten wat lol beleven. Ik heb een paar fouten gezien dat ik zeg van, ja. Daar kunnen we mee lachen. Precies. Ik heb je als goed is jouw zaaimachine gevuld, Dimitri. Moet je even kijken? Volgens mij wel, ja. Ja, dan moet je even komen naar veld 30. Waar ben jij dan heen? Veld 30, daar ben ik aan het ploegen. Als jij dan komt, dan kan jij dan mais zijn. Dan rij je daarna met de kunstmeststrooier eroverheen. Hoppakee. Dat is geen klein veld. Nee, daarom ook. Je moet geld opleveren. Maar je moet wel beginnen op het punt waar ik geploegd heb dan, hè? Even zaaien. Lekker, lekker, lekker. Wel, helemaal aan de goede kant. Ja, ja, ja. Niet, en dan kan je op een gegeven moment gewoon op H drukken. Je hebt het zaaddingenkeuze niet veranderd, hè? Nee. Oké, want we kunnen hier heel veel geld voor krijgen op dit moment. Ik zal zo meteen alvast wel wat wegbrengen, maar eerst zullen we even zorgen dat we nieuwe dingen kunnen plaatsen. Kunnen we hier niemand voor inhuren? Ja, dat doen we toch ook? Bij mij is er iemand doet het anders hoor. Nou, dat ben ik hoor. Ja, gewoon op H drukken, dan doet hij het zelf. Oh, wacht, ik doe het, dus ik kan gewoon uitstappen. Ja? En wat moet ik nu doen dan? Nou ja, even kijken of het niet door de war gaat lopen. Als goed is niet. Maar dan kunnen we alvast de kunstmeststrooier gaan pakken. Die kan er achteraan rijden. Dan kan het helemaal snel gaan. Die had ik al klaargezet. Ik moet hem alleen nog even bijvullen. Dat was die rode, toch? Ja, ik zal hem even snel bijvullen. Want ja. Het is natuurlijk geen mis als er heel veel geld gevraagd wordt. Ja, het valt. Wat zeg je? Als er veel geld te verhalen valt. Ja, precies. Dan zijn we er wel bij natuurlijk. En Dimitri, zullen we gewoon de verrassing nu gaan vertellen? Ja, is toch wel leuk? Even wachten. Hoe gaan we dit doen? Ik dacht dat ik je altijd hierbij moest vullen. Gereedschapsselectie wijzigen. Nee. Waar moet ik dit ding dan bij vullen? Ik moet zeggen, de server is wel een beetje traag. Ah, bij mij niet hoor. En dan heb je het gelijk over server. Wij hebben namelijk een openbare server. Nou, hij is niet openbaar, er zit al een wachtwoord op. Maar jij, als Farming Simulator gamer, kan ook in deze wereld komen. Ja, precies. Tegen geen ene andere YouTube kanaal, Nederlands YouTube kanaal.
Nee, ik wil zeggen, ik heb nog nooit kunst mijn story bijvullen. Zo. En Dimitri, die legt je eventjes uit hoe dat in zijn werking gaat. Nou ja, in de videobeschrijving staat een wachtwoord. En met dat wachtwoord kan jij dus in Farming Simulator in onze server komen. Je kan onze server vinden met multiplayer en dan Europa. En dan typ je game channel in en dan is het wachtwoord Minecraft. Precies. En nou ja, je kan precies zien waar wij mee bezig zijn. Ja. Ik bedoel, de video's die zijn niet heel erg ver van tevoren of zo opgenomen, dus je kan. Maar ja, kijk, je weet bijvoorbeeld als het mais in de aanbieding is, dan moet de mais geplant worden. Het is een beetje, ja, kijk wat je... Je kan altijd wel iets nuttigs doen, in ieder geval. We hebben op dit moment iets van 5 velden. Dus, ja, het moet wel aardelijk... Oh, wat is die server traag, zeg. Echt niet normaal. Oh, ik heb er geen last van, hoor. Last. Nou, we gaan even tappen totdat we in de blauwe... er zit nog genoeg zaad in. Heb je nog een klusje van mij? Ja, ik zit even te denken. Ik denk dat we... Het loopt mis. Hoe kan dit nou weer? Ze gaan nou tegen elkaar aanrijden. Hoe kan dit? Ontslaan die handel. Ja, kom op joh. Volgens mij was dat toch niet... Volgens mij was de rest toch niet gezaaid of zo. Dus gaan we lekker door met zaaien. Kunnen wij de aardappels misschien al oogsten? Geen idee. Bij welk veld was dat? Veld 24. Dan rijd ik nu langs. Breng ik de... Moet je even in die wagen stappen, dan kan je kijken. Als die nog niet ploegt, dan is die nog niet goed. Nou, de komende... Inschakelen. Wat zeg je? Inschakelen. Ja, je kan ook gewoon op H drukken en huur je iemand in. Nou, er komt niks omhoog. Nou, dan is het nog niet rijp. Ja, en ik moet zeggen, dat is wel een hele toevoeging. 8 mensen kunnen er op die server. Jij kan dus ook kijken wat wij doen. En meebouwen en helpen en weet ik het allemaal niet. Leuk toch? Ja, heel leuk. Ik hoop dat het is ook een heel mooi spel, toch? Nou, vergeleken met 2013 vind ik hem wel heel mooi. Maar er zit al een fout in. En ik denk als wij de kunstmeststrooier aan gaan kunnen zetten. Even kijken. Ja, als wij de kunstmeststrooier aanzetten. Dan denk ik dat ik je die fout wel kan laten zien. Zo. Oh, wacht. Die pakt een veel breder stuk. Die kunt... Wow, waarom staat die nou weer stil? Het gaat even helemaal mis. Het gaat helemaal mis, Dimi. Wat is er? Dat andere stuk land gaat opeens groeien. En daar heb ik niet geploegd. Oh, nee. Stop. Het gaat even helemaal mis. Waar zie jij dan dat groeit? De andere kant. Dat is wat anders. Hier. Ja, dat is geen mais. Ik dacht, nou, we hoeven niet te ploegen. Oh, en ik zie dat dit volgens mij geoogst kan worden. Oh, het gaat even allemaal... we moeten eventjes... Nou, die fout gaan we hier zo nog wel laten zien. We gaan eerst even dat stuk nog opnieuw ploegen, want... dit is natuurlijk wel eventjes een grote fout. Groot en dure fout. Duur grapje, inderdaad. Ik zal eerst die ploeg aanzetten en dan kunnen we wel beginnen met rooien. Zo. Oh. Op veld 29 is het mais klaar. Oh ja? Nee, het... dat spul graan. Ja, en de graan en de aardappels, alles is nou opeens gaar. Ja, dus we moeten even gaan rooien? Ja, doe maar, dat is goed. Ga ik die aardappels even rooien. Oh ja, die zijn ook goed, joh. Dan zullen we dat graan ook zo wel doen. Oh, gaan we het opeens echt druk krijgen, Dimi. Kijk, en dit soort dingen is nou echt handig als je gewoon even een handje mee kan helpen. Nou, die aardappels zijn een beetje donker. Hoe kan dat dan? Nou, dan moet je ze als goed eens kunnen rooien. Dan zijn ze denk ik gaar. Goed. Hoop ik.
Of ze zijn dood, of kan dat niet? Nou, dat kan wel hoor, maar denk het niet. Kan je er overheen met die wagen? Nee. Kan dat nou? Oh nee, inschakelen, wacht. Je kan ook gewoon H drukken. Nee, dat werkt niet. Wacht even, er is een... Ho. Volgens mij zijn ze dood. Dat kan je zien. Even kijken hoor. Aan het groeien. Welk veld is het? 24. Het gaat 29, die kan wel geoogst worden. Die andere is nog aan het groeien. Oh. Zo, dan gaan we die wel eerst even... Oh, daar gaan we dan. Hoppakee. Wel vanaf begin. Allemaal geld. Je staat een stuk over. Dat doe ik zo. Nou, ik hoop dat we zo meteen die fout nog kunnen laten zien. Kan ik er ook een arbeider voor in doen? Ja hoor, doe maar. Ha, zo. Hoe jij het werk maar is voor ons. Nou, jammer. Aardappels die zien er alleen niet meer zo lekker uit. Nee. Nee. Zo'n grijzige kleur. Sowieso vind ik de kleur een beetje op iets anders lijken, maar... Zo, wat is die server traag, zeg. Nou, je gaat me toch niet vertellen dat die arbeider zo rijdt, hè? Hallo? Hallo? Nee, dan komt het ook niet goed. Hé, wat de fuck doet die allemaal, joh? Gaat die kromme... Ja, dat is echt... Heel apart. Ik weet niet of ik deze eronder kan rijden. Ik denk dat deze namelijk te hoog is. Zo, wat is die server traag, zeg. Maar ja, bij jou is die niet traag, hè? Hey. Misschien weet ik wel wat het komt. Nee, dat kan niet. Nou, dan moeten we natuurlijk even kijken hoor. Bomen snoeien, dat gaan we de volgende keer dan wel doen. Nou, schiet eens op met dat ploegen. En zullen we eens eventjes in de tijd, het kan wel. Zullen we die fouten eens even laten zien die ik bedoel? Ja, is goed. Oké, moeten we even naar de gele vrachtauto. Ik kan tappen wat ik wil, maar ik kom er alleen niet. Waar is die gele tractor nou? Ah, huh? Staat opeens hier. Waar? Staat opeens op een andere plek. Nou ja, oké. In ieder geval, dan moet die kar als goed is op dezelfde plek staan. Moet je eens even komen, laat ik je even zien wat ik bedoel. Even een autootje of zo. Een autootje jatten. Precies. Het GTA, hè. Oh ja, die gele tractor. Vrachtauto bedoel je dan? Ja, maar je moet... Dat was ik net naar jouw karren. Oh ja, ja, oké. Ik dacht ik haal hem even hierheen, maar ja, jij had hem nog nodig. Naar welk veld moet je komen? Nou, gewoon waar ik ook ben. Dan kun je op de map zien, hè?
Alleen hij is heel traag. Ik weet niet hoe het komt, maar... Zullen we ook ons mooie windmolenveld laten zien? Ja, dat kunnen we wel een keer doen, maar... Nou, waarom doet... Hé. Ik ben er bijna. Nou, dan ben je net op tijd zometeen. Om het lekker kan laten zien. Nou, oké. Okay. Ik denk als jij er bent, dan... kan het moment suprême van start gaan. Ik ben aan het driften. Ja, niet omdat ik dat zo graag wil, maar ik vlieg steeds uit de bocht. Als ik over die velden rij, met 80 km per uur. Nou, je bent er bijna, hè? Hallo. Komt ie, hè? Wacht even hoor. Let op. Oh, wacht, hij lukt niet. Wacht even. Nou, waarom lukt hij nou niet? Wacht. Oh, nee! Oh, gelukkig. Nou, misschien lukt hij nu. Kijk! Hoezo foutje in Farming Simulator, denk ik dan? Nou, dat was dus dat. Laat eens zakken, dat ding. Oh, die hebben nu een hele mooie schans. Ik zou een hele lange afstand er zo over die schans. Oh! Je kan die weg ook vol. Oh, grote vraag bij verwarminginstallatie naar houtchips. Lekker. Dat gaan we zo wel doen. Ligt ze wat in de... Oh, nee. Oké, daar gaan we. Opnieuw wacht. Vanaf hier. Ja, ik ben zo slecht in sturen, hè. Oké, hou naar beneden. Komt ie. Shit. Doe nog eens, dan heb ik een heel vet shot zo. En dan gaan we even snel met het serieuze business verder. Het echte business. Precies. Met ons geld. De houtchips. Nee. Huh? Ik ga er wel recht voor staan. Ho. Ligt ze wat weer in die sloot. Kunnen we weer een kar eruit halen? Oh. Nou. Slechtste bestuurder van Nederland. Ik wou zeggen. Fijn, laten we verder gaan. En nu? Nou, ik ben alweer weg. Alleen het spel is heel traag. Zit scheef in die wagen. Oké, nou op zich moeten we nou wel kunnen zaaien. Moeten de aardappels niet gerooid worden? Ja, dat ga ik zo meteen kijken. Maar eerst moet gezaaid worden, want dan kan dat alvast in die tijd groeien. Denk het zo wel eigenlijk hoor. Wat is die Harry nou aan het doen op veld 29? Ja, dat snap ik ook niet echt. Hij gaat helemaal schuin. Zal hij wel die opdracht hebben gekregen? Hè, Demi? Ja, wat is dit nou weer? Hij heeft heel wat anders gepland. Hoe kan dat? Ja, echt hoor.
Kan weer heel wat land opnieuw gaan oogsten. Hoe kan dit nou weer? Ik had hem goed ingesteld. Heeft die Harry wat anders ervan gemaakt? Nou, of het gaat automatisch, ik weet het ook niet. Jij hebt er niks aan veranderd, toch? Nee. Hoe kan dit dan? Wat is dat dan, dat groene? Nou, hij heeft op met saai heeft hij opeens iets anders neergezet. Ja. Oh, lekker dan. Zit jij er nu in? Ja. Oh. Ja, ik kan het overnieuw gaan omploegen, omdat het niet goed gezaaid is, denk ik. Het is geen maïs. Denk het niet, nee. Kan je dat niet zien op een of andere manier? Nee, ik kan wel zien, volgens mij niet. Hoe ver het gegroeid is, kan ik zien, maar... Nou, zullen we maar eens kijken of we de aardappels al kunnen rooien? Is goed. Even kijken... Veld 29 alleen nog maar. Staat er op veld 30? Ja, dat is een grote veld, toch? Ja. Maar de aardappels zijn in ieder geval bijna goed om... gerooid te worden. Nog net niet zeker. Nee. Klopt. Nou, leuke kleur aardappelen. Lekker gezond, hè? Ja, beetje chemisch. Nou, dan gaan we het nog maar eens een keer overnieuw rooien. Ik weet niet hoe het kan, maar... Er zijn ook wel eens van die triestige mensen. Toevallig hadden er iemand in die server. Ja, maar dat was niet een van de kijkers, maar gewoon iemand toen we hem open hadden gezet. Ja, en die reed dan alles in het water. Maar ja, die weet natuurlijk niet dat we alles opslaan. Dus ja, twee klikken en het was weer terug. Beetje triestig. Beetje triestig. Nou, ik denk dat we zometeen, dat we dan de volgende week dan wel de... oogsten kunnen laten zien. Kom, misschien kan jij wel oogsten. Ik zou zeggen, kom snel naar de server en dan kan je het zien. Ik wacht even tot hij nog één baar gedaan heeft en dan begin ik met zaaien. Zullen we nog even, gewoon omdat we toch moeten wachten, even een rondje driften met die wagens? Dat zo leuk is. Dat is toch wel lachen. Precies. Weet je wat nou ook zo leuk is? Nou. Dat is nou weer een beetje onrealistisch. Oh. Kijk. Ik weet niet waar jij bent. Ben jij? Veld 24, wacht. Even tappen. Waar ben jij nou? Oh, hier, wacht. Hier ben jij, ja? Zie je het? Dit? Nee, wat ik ermee mee heb. Waar ik ermee... Ja. Kan toch niet? Nee, normaal niet lijkt me. Kun je er ook zo'n gekke oogstding aan doen? Oogstding? Wat ik eraan heb. Kom eens. Nee, dat kan niet.
Oh, gebeurt. Zo is de heggen knippen. Ja, eventjes nog, dan is die game video ook alweer klaar. Wat doe jij nou weer? Hoezo? Ja, ik stond vast. 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 Nou, zet ik hem wel even snel terug, want anders kunnen we zo meteen gelijk weer zaaien. Even zaaien. Ga jij alvast naar de heggen knippen? Mag je even showen hoe je de heggen gaat knippen? Oh, wacht, ik ga helemaal de verkeerde kant op. We hadden toch ook een grote heggen knippen? Er is ook maar één grote heggen knippen. Ja, ik heb hem. Kom eraan hoor. Waar gaan we de heggen knippen dan? Nou, kom maar naar mij toe, ik sta bij de winkel. Wacht even hoor. Die arbeider die is volgens mij weer niks. Ja, wat is dit nou weer? Hoezo staat die tractor nou weer opeens helemaal achteraan? Die rooi met die kar. Kan die dingen, die ploeg kan niet verder. Oh. Nou, Demi, ik weet niet hoe je dat voor elkaar gekregen hebt, maar ik zit vast. Vast. Waar heb je het over deze kar? Ja, die stond vast. Nou, oké. Nou, gaan we naar de heggen knippen. Laat maar zien hoe je dat doet. Hallo. Nou, dan gaan we naar een boom. Dat is wel een leuke. Slingeren met dat ding. Je banden lekker. Kan deze of niet? Volgens mij niet. Volgens mij moet je deze pakken, maar... Boomtype wordt niet ondersteund. Hier, je moet deze pakken. Ik zou vooral eens even de takken alvast doen. Dat kan. Die kan toch? Volgens mij wel, ik zag zaag staan. Naar voren, naar voren, naar voren. Je zit er een kilometer naast hoor. Je moet hem ook inschakelen, hè? Oh ja, daar gaat hij. Kijk, ik heb een boom vast. Vast. Gebeurt er nou? Gebeurt er nou? Hier, kijk maar, blokken hout. Nou, ik ga even kijken of ik ding er ook inmiddels aan kan zetten. Want dit duurt wel heel erg lang allemaal. Weet je wat je ook hebt? Nou. Een heggenschaar in je hand. Kan je ook de heg mee knippen? Blijf nou eens van die heggenschaar af. Lul. Hé, dat mogen we niet zeggen. Tuurlijk wel. Zo, nou gaat hij eindelijk eens goed zaaien, denk ik. En dan, dan hebben we niet echt heel erg iets boeiends gedaan. Maar ja, één keer per week laten we gewoon alles een beetje zien. En dan, hopen dat het dat een grote wereld wordt. Dat we alle landjes straks kunnen kopen. En, hey, kom eens hier staan. Waarom praat je zo? Weet ik niet. Nou jij dat net ook. Hier, kom eens hier. Kijk, weet je wat leuk. Even wachten. Hij moet nog één baantje... Dan begin ik vast. Eén baantje moet hij ploegen en dan kan hij weer een heel stuk verder. Oh, twee banen moet hij nog. Ja, kom al even. Nou, stond die hegenschaar af.
Wat ben je? Hè? Ik ga even een boompje omzagen, hier. Kijk eens op de map. Let op. Daar gaat ie. Geef er eens een zet tegen. Hé, hey, blijf recht staan. Even een beukje tegengeven. Oh. Au. Au. Hey, kijk. Doet me denken aan een YouTube video dit. Ziet er wel leuk uit. Precies. De tak eraf halen. De tak gaat eraf. Oh, wacht. Die ploegen die moeten we verder aan het werk zetten. Zo, nou. Ik snap echt niet dat dat spel zo traag is, die server. Ik zag gewoon al die grote bomen om. Is dat niet zonde? Voor mij kan je ze ook weer opnieuw planten. Maar hoe heet dat? Ja, dat wil ik net zeggen. Kan je ze niet opnieuw planten. Dat moeten we ook maar een keer doen. Heel veel bomen op één veld. Maar Dimi, ik denk dat het... Postmaken. Dat het een mooi einde is voor de video. Ja, ik denk het ook. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet om te abonneren. En breng gerust een kijkje in onze server. Ja, dat zou leuk zijn. Spreken we je daar of op YouTube. Doei! Doei!